jezelf even voorstellen. Dit is... Levi. En hoe oud ben je? 11. 11 jaar. En hoe lang tennis je? Ongeveer 4 dagen. Ongeveer 4 dagen. Dit is? Gwen. Ik ben 10 jaar. En hoe lang tennis je al? 2 of 3 jaar. Ik ben Malin. Ik ben 9 en ik tennis 4 jaar. Ik ben Eefje. Ik ben 11 jaar en ik tennis ook ongeveer 4 jaar, denk ik. Oké, dankjewel. Aan die kant.
Ja? Die voorhand staat, hè? Levi? Goed? Ja. Voorhand, hè? Ja. Haar blauw hoedje. Komt-ie. Komt-ie. Malen. Let op, Levi. Komt-ie nog een keer. Twee ballen en dan is de volgende. Goed, let op. Komt die bal aan. En rechtdoor proberen te spelen. Dan doet Evie jou schaduwen en Levi als jij tennis, dan doet Gwen jou ook schaduwen. Goed? Dus we staan niet stil. Oké, heel even opletten nog. Nou hebben ze zo net een oefening gedaan waarmee jullie eerst rechtdoor hebben gespeeld en daarna cross. Toch? En wat zorgt er nou voor, Levi? Hoe krijg je de bal bijvoorbeeld cross? Dus schuin. Om meer schuin zo te spelen. Ja. En recht is om zo te staan. Ja, dus inderdaad. Hoe je je voet hebt staan, hè, hoe je staat ingestapt. Zo. Als je, we hebben altijd zo te staan. Zo staan kan je beter. Klopt, hè? Heb je een goed punt. Dus de stand van je voet, hoe je staat ingedraaid. Eefje? Ja, ik kan ook een beetje met je rekken. Klopt. Wat doe je dan precies anders bij cross? Ja, ik weet het denk ik. Ja, weet ik niet. Ja, dus misschien in plaats van je raakt het zo, hè? Ga je er zo voor staan, waar je hem die kan doen. Toch? Ja? Nou, ook van het rekken is gewoon zo te staan. Mm-hmm. Yes, die moet over het net. Gaat hij namelijk in het net of uit, bij je af, moet je naar de overkant komen. Ik heb hier hoedjes neergelegd. En hier moet je achter blijven staan. En dan ga je proberen, van je andere medespelers, ga je proberen de ballen te vangen. Vang je hem? Yes. Dan mag je weer terug naar de overkant, mag je weer meedoen, ja? De laatste die overblijft, die is uiteraard de winnaar. Gwen. Eén keer. Ja, netjes. Nog een keer. Mee bewegen naar de buitenkant, hè? Goed. Gwen, beweeg mee naar de buitenkant. Hij komt steeds meer naar buiten. Netjes. Het is steeds moeilijker ook. Klaar en terug. Goed. Over. Pak die bal. Nee, ja. Malen. Oké, netjes. Malen heeft gewonnen. Ik heb hier even mijn dat worden. Hier, mag je ook nog eens? Ja, ik heb het ook meer. Gwen en Levi, die gaan zo dadelijk beginnen met serveren vanaf de oranje baseline. Ja, dames? Ja. Allebei in de hoek, dus neem maar. Hoek. Ja, dat is goed. Malen, let je op. Ja. Kijk de return, hè. Goed zo, Levi. Je mag ook iets dichterbij gaan staan, hè? Dat komt zo. Netjes gaan. Maar achter. Ja, goed zo. Je moet niet terug slaan. Goeie bal, hè? Nog een aantal ballen serveren. Mogen we deze bal nog aan spelen? Nee, nog niet. Dadelijk. Dat is de laatste bal. Oké, jongens, goed gedaan. We spelen even een eindspelletje. Wat we net ook hebben gedaan. Service return. We gaan gewoon een dubbelspelletje spelen. Als Eefjes even met Levi gaat en Malen met Gwen. Yes. Eentje achterin, eentje aan het net. Dubbelspelletje. En Gwen mag beginnen met serveren. Ah, jammer, Levi. 15 meiden. Dat is gelijk. 15 meiden. Tjus, voor service.
Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wat vonden jullie er zelf van? Leuk. Leuk? Wat vond je er leuk aan, Gwen? Dat is vooral wat spelletjes. Dat je wat spelletjes hebt gedaan. Ja. En wat vond je dan specifiek leuk? Dat van dat gevangenisje. Ja. Ja? En Levi? Ook. Ook het gevangenisje? Ja, ook. En hebben jullie misschien ook nog iets geleerd? Leuk vond misschien? Ja, maar meer dubbel spelen. Meer dubbel spelen? Ja. Ja? Ja. Dat is leuk. Ja? Engels niet.